Ja, de grootste schurken op het witte doek. Ik heb expres gekozen voor hele grote klassiekers eigenlijk. Terwijl er natuurlijk door de jaren heen wel verschillende nieuwe mooie thrillers zijn gekomen. Maar laten we nou even goed kijken naar de filmscènes die door heel veel mensen toch echt wel op het netvlies staan. En daar beginnen we bij één hele grote klassieker. Ja, ik geloof dat dit wel de scène is die door menig een als meest enge scène wordt beschouwd door de jaren heen van thrillers. Al zouden wij misschien dat in ons nieuwe tijdperk in de jonge jaren niet meer zo zeggen. Voor heel veel mensen was dit de meest angstige scène die er uit die tijd was. En dit is ook wel een moordlustige scène natuurlijk door een gek gepleegd, maar... Ik wil eigenlijk even een overstap maken naar een andere scène die wat mij betreft eigenlijk de meeste angst bij jullie zou moeten aanwakkeren. En dat is deze scène. Starling. Wild Clarice. Have the land stopped screaming? Afterland. Don't bother with the trace. I won't be on long enough. Where are you, Dr. Lecter? I have no plans to call on you, Terry. The world's more interesting with you in it. So you take care now to extend me the same courtesy. You know I can't make that promise. I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Bye. Dr. Lecter. En weg is die. Waarom is dit nou eigenlijk een scène waarvan ik zeg, dat moet jou de meeste angst inboezemen? Dit is natuurlijk de eindscène van Silence of the Lambs, een film die de wat jonge mensen hier waarschijnlijk wel kennen. En ja, jullie weten allemaal dat daar verschrikkelijk enge scènes in zitten waarbij die dus zowel mensen vermoordt als opeet. Waarom heb ik nou voor deze scène gekozen? Dat is naast Psycho, waarin je toch echt wel een moordlustige gek ziet, zie je hier ook een gek. Maar is die nou eigenlijk wel zo gek? Zouden we hem nou bestempelen als een gek? Of zouden we hem bestempelen als een psychopaat? Ik denk dat als ik het aan jullie zou vragen, dat jullie allemaal zouden zeggen... Ja, Hannibal Lecter die de mensen vermoordt en daarna opeet, dat is het prototype van een psychopaat. Een geboren psychopaat. U ziet hier dat hij als de rust zelf met zijn witte kleren, lichte kleren, hoed op, in de menigte weer vertrekt. Hij belt nog even Clarice op met een rustige stem, vol charisma eigenlijk. Je ziet dat Clarice toch eigenlijk ook wel een soort van betoverd is door deze man. En wat het meest typische is, is dat deze psychopaat, zoals we hem benoemen, eigenlijk helemaal niet zo eng aandoet als we hem zo zouden zien. We zouden hem zo op straat zien lopen en we zouden helemaal niet denken, jeetje, wat is dat voor enge man? En dat is eigenlijk wel het meest angstaanjagend, vind ik. Want dat zou dus zomaar die lieve, aardige buurman of jongen kunnen zijn, waarvan we helemaal niet zouden verwachten dat hij zoiets ergs doet. Zien wij daar ook in een overeenkomst misschien? Maar goed, we gaan in ieder geval weer even terug naar Hannibal Lecter. We zien dat ze allebei, de rust zelf, worden omschreven, verder ook als we zo zien, als een charismatische man. En we noemen dit type man wel een psychopaat. En zo is het eigenlijk ook wel door de filmmakers bedoeld. Bedoeld als een psychopaat die zo geboren is.
Maar ze hebben dat door de films heen. Hè. Er zijn nog meer vervolgsfilms gekomen op Silence of the Lambs over Hannibal Lecter. En daarbij hebben ze geprobeerd het eigenlijk nog meer uit te diepen. Ze dachten, we willen laten zien wat een psychopaat nou eigenlijk is. Hoe is die nou geboren? Hoe is dat nou ontstaan? En daar slaan ze eigenlijk totaal de plank mis. Dus waar ze eigenlijk proberen om een psychopaat af te schilderen, laten ze dat eigenlijk helemaal niet goed zien. In de Silence of the Lambs is dat heel erg duidelijk. Dan zien we dat het een verschrikkelijke man is. Door de andere films heen zien we eigenlijk dat Hannibal Lecter in bijvoorbeeld Hannibal Rising eigenlijk geboren is als een hele erg lieve, schattige jongen. Hier nog met zijn zusje Misha. En eigenlijk als we door die films heen kijken, dan is het niet Hannibal de psychopaat. Dan is het Hannibal de man die een posttraumatische stressstoornis heeft ontwikkeld eigenlijk. Dus zo zouden wij hem in de psychiatrie eigenlijk diagnosticeren. Iemand met een posttraumatische stressstoornis. En dat is een angststoornis die je ontwikkelt naar aanleiding van een hele traumatische gebeurtenis. Want wat wij zien in die andere films is dat toen hij klein was, zijn zijn ouders vermoord. En zijn zusje, Misha, die is vermoord door de Russen en die is ook door hen opgegeten. Je zou dus eigenlijk kunnen denken dat deze Hannibal Lecter, toen hij jong was, zo'n trauma heeft opgelopen en eigenlijk zo, ja, door de pijn eigenlijk verdoofd is, dat hij daarom eigenlijk geen empathie meer vertoont. Want mensen die psychopaten eigenschappen hebben, noemen we eigenlijk personen die eigenlijk geen empathie hebben. U ziet ook, ik maakte net een kenmerk van een psychopaat op dat hij heel charismatisch is, die Hannibal Lecter. En dat hij eigenlijk zo de rust zelf is. Terwijl je in de andere films ook ziet dat hij eigenlijk heel erg angstig is door bijvoorbeeld flashbacks die hij heeft door de moord op zijn zusje en door zijn ouders. Dat is eigenlijk helemaal niet hoe we een psychopaat zouden zien. Een psychopaat is niet rustig. Of een psychopaat is juist wel rustig. Een iemand die dus niet rustig is en die zo heftig kan reageren op dat soort beelden, die noemen we eigenlijk helemaal geen psychopaat. Daarom is het wel een mooi voorbeeld. Want ik denk dat als u aan iedereen hier zou vragen die dit mini-college niet heeft gehoord, wie is nou een duidelijke psychopaat rond filmdoek, dan zou iedereen eigenlijk zeggen Hannibal Lecter. Maar zoals jullie nu zullen weten is dat totaal een misvatting. Een andere filmgek, die eigenlijk ook wel heel erg gek is en ook heel erg antisociaal, misschien wel getypeerd zou kunnen worden als een beetje psychopathisch, is uit een andere klassieker, namelijk One Flew Over the Cuckoo's Nest. Deze film waarin Jack Nicholson de hoofdrol speelt als Randall. De mensen die deze film kennen zullen eigenlijk ook wel weten dat deze Randall een crimineel speelt die net doet alsof hij gek is. En eigenlijk helemaal niet gek is. Tenminste, dat wordt in de film eigenlijk duidelijk, want hij wil onder zijn straf uitkomen en gaat daarom net doen alsof hij een beetje gek is, waardoor hij in een psychiatrisch ziekenhuis belandt. Waar hij er uiteindelijk achter komt dat hij eigenlijk waarschijnlijk niet meer op korte termijn vrijkomt, omdat ze hem eigenlijk willen houden. Ik zou deze persoon ook trouwens wel als toch wel diagnosticeren met een bepaalde stoornis. Maar dat kan ook komen omdat ik al wel wat meer in de psychiatrie zit. Het mooie aan deze film vind ik ook wel dat je heel erg ziet dat in de film One Flew Over the Cuckoo's Nest hele kleine gedragingen van mensen. Moet ik ook harder praten? Ja? Je ziet ook wel dat de psychiatrische patiënten die opgenomen zijn in de instelling, dat de kleine gedragingen die ze hebben al meteen worden uitvergroot en meteen psychiatrisch worden geïnterpreteerd. Dus de kleine opvliegingen, de kleine twistpunten die de psychiatrische patiënten hebben ten opzichte van de hoofdzusters of hun medicatie, worden meteen geïnterpreteerd als overdreven agressief en overdreven gek, wat eigenlijk helemaal niet het geval is. Maar goed, Randall, die zouden we wel als, nou ja, in ieder geval een crimineel, misschien ook wel een beetje gek kunnen bestempelen. Want wat we zien is dat hij heel erg impulsief is. Hij is nogal van de seks, nogal van de drugs, nogal van de alcohol. En hij doet eigenlijk gewoon waar hij zelf zin in heeft. Als wij zo'n persoon zouden hebben zien in de forensische psychiatrie,
dan zouden we zeker wel zeggen van nou, laten we hem toch maar even opnemen voor een bepaalde stoornis. Maar kunnen we hem net zoals in Silence of the Lambs, zouden we hem betitelen als psychopaat? Dat misschien niet. Psychopathie is eigenlijk ook geen diagnose. Ik weet niet of jullie dat hier weten, maar we gooien nogal makkelijk met de termen psycho. Hij is echt psycho, hij is gewoon gek, hij is echt psychopaat. Maar psychopaat bestaat eigenlijk helemaal niet als diagnose. Psychopathie is wel gerelateerd aan een persoonlijkheidsstoornis, namelijk antisociale persoonlijkheidsstoornis. Maar kunnen we eigenlijk alleen maar testen door bepaalde interviews af te nemen. En wat we bij deze, nou ja, Randall eigenlijk zien, is dat hij heel erg mooi contrasteert met Hannibal Lecter in Silence of the Lambs. En daar gaan we nu even een stukje van zien. Put down those keys and nobody gets hurt. Move away from the window and take that damn Jeep with you. Hey, let's go. Let me through. Please, what happened? Let me through. Ja, ik denk dat als u deze scène ziet, dat u zeker wel zou zeggen, goh, wat een psycho kerel. En dat is zeker een moordlustige gek. Wat het mooie contrast is met deze man en met die van Silence of the Lambs, als we kijken naar Hannibal Lecter, is dat je meteen al ziet dat hij de kans krijgt om te ontsnappen, maar hij doet het niet. Een echte psychopaat, die gaat meteen voor zijn eigen gewin. Die zou meteen het raam uitspringen en niet meer achterom kijken. En dat doet hij eigenlijk helemaal niet. En als we zien dat hij merkt dat een vriend van hem, Billy, zelfmoord heeft gepleegd, dan zie je eigenlijk al zijn hartslag omhoog gaan. Je ziet al dat hij kwaad wordt, dat hij gefrustreerd is. Dat zagen we bij Hannibal Lecter eigenlijk helemaal niet. Je ziet dat hij zo gefrustreerd is dat hij uiteindelijk de hoofdzuster aanvalt en haar eigenlijk wil vermoorden. In dit geval zouden wij in de forensische psychiatrie zeggen, hij heeft de controle over zichzelf eigenlijk verloren. Misschien is hij zelfs wel op dat moment ontoerekeningsvatbaar. Terwijl, als we kijken naar een echte psychopaat, zoals bijvoorbeeld bij Hannibal Lecter, die wel willens en wetens eigenlijk zijn slachtoffers uitkiest en vermoordt en ook nog opeet, zouden we wel toerekeningsvatbaar verklaren. Dit is dus een mooi voorbeeld van iemand die wel als gek en zeker wel als gewelddadig en misschien wel met psychopaten neigingen bestempeld zou worden, maar het is een totaal ander figuur als Hannibal Lecter. Maar goed, we gaan nu even terug naar Psycho, want we begonnen met de film Psycho eigenlijk. En we zagen dat een of andere moordenaar, wel met een vrouwenkapsel op, die vrouw in de beroemde douchescène probeerde, of eigenlijk heeft vermoord. En we zien hem hier nog even terug. Mooi beeld, het is een foto die je wel vaker wat betreft deze film terugziet. En als je goed kijkt, zie je een beetje de tanden doorschemeren. Dat zijn niet zijn tanden, dat zijn de tanden van zijn moeder. Wat is namelijk het geval? De film gaat eigenlijk zo dat deze moordenaar, want dit is Norman, en Norman die heeft mensen vermoord in zijn hotel,
En dat heeft hij eigenlijk gedaan omdat hij, hij heeft zich verkleed als zijn moeder. En het verhaal gaat dat hij dus eigenlijk zijn eigen moeder heeft vermoord. Maar er tegelijkertijd zo'n trauma aan over heeft gehouden dat hij meteen psychotisch is geworden. En hij is niet alleen psychotisch geworden. Hij heeft ook nog eens een meervoudige persoonlijkheid of een gespleten persoonlijkheid ontwikkeld. Nou vind ik dat vanuit de psychiatrie een niet zo aannemelijke combinatie. Al is het maar omdat de meervoudige persoonlijkheid ook eigenlijk helemaal niet meer echt bestaat. Ik denk dat het voortkwam, dit is gewoon een oude klassieke film. Ik denk dat het voortkomt uit het feit dat mensen heel vaak dachten dat schizofrenie hetzelfde was als een gespleten persoonlijkheid. Dat is namelijk ook wel de geleide daarvan. En u kent vast allemaal wel, een schizofreen is nooit alleen. Vandaar dat iedereen denkt dat het hetzelfde is. Vanaf nu weet u dat dat helemaal niet het geval is. Maar ze brengen dit wel samen in één film. U ziet dus ook eigenlijk dat hij in deze eindscène, hoor je ook de vrouwenstem van zijn moeder, hoor je door deze persoon heen eigenlijk vertellen, het is maar goed dat ze hem hebben opgepakt, want hij zit hier op het politiebureau. En dan weten ze meteen dat ik nooit in staat ben om een moord te plegen. Er komt namelijk een vlieg op zijn hand zitten. En die moeder zegt, waarschijnlijk als ze ons nu zo zien, dan zouden ze waarschijnlijk doorhebben, she even would not hurt a fly. En dit is dan het eindblik wat hij heeft, omdat hij denkt, inderdaad. Goed, ik heb geprobeerd om wat schurken te analyseren voor jullie. Wat moeten we daar nou eigenlijk mee met deze schurken op het witte doek of schurken in het algemeen? Ik weet het niet, maar misschien zou dit een oplossing zijn.